Er leefde eens een anarchist, echt een diepe twist. Ja, waarvan men eigenlijk niet meer wist dan dat die anarchist was. Tegen de KVP, tegen minister Toxopeus, tegen de kinderen van Piraeus, tegen de SER en de BB, tegen Europa van de Zes en tegen de PTT. Als jochie in de eerste klas ging hij al die kant uit en hing waar het maar mogelijk was graag de Querulant uit. Tegen het zwarte bord, tegen de meester n'importe welke, tegen de taal en tegen elke les die op school gegeven wordt, tegen een goede puntenlijst en tegen een slecht rapport. Als man had hij maar één devies, op positie spuiten. En het hele werk van Teun de Vries kende hij van buiten. Tegen de middelmaat, tegen de vetgemeste natie, tegen het soort organisatie waarvan het bestuur alleen maar praat, tegen de wijsheid zonder hart en tegen de welvaartsstaat. Een man die zich ten krachtigste levenslang verweerde en zelfs nog na zijn tachtigste gretig opponeerde. Tegen de stroom gekeerd, tegen de dorre holle kreten, tegen ons afgestompt geweten dat de atoombom accepteert. Pas in de hemel vond hij recht en dat had hij slechts begeerd.